Vandaag hebben we hier de Nationale Kindergebedsdag, de 11e. We zijn begonnen in 2012. We hebben 1 jaar overgeslagen vanwege COVID. Maar daarna hebben we het elk jaar gedaan, tussen Pasen en Pinksteren. Waarom doen jullie dit? Nou, we vinden het belangrijk dat kinderen leren om te bidden. We praten veel over geestelijke gezondheid, mentale gezondheid. En het is gewoon zo dat als je geestelijk sterker bent, dat je beter opgewassen bent tegen het leven. Tegen alles wat op je afkomt. En daarom is het goed als je op jonge leeftijd leert te bidden. Die kids zoal gebeden? Wel, de kids hebben gebeden, bijzonder Brokopondo, wateroverlast. De kinderen van Sipaliwini baden voor goede oogst, regen, maar ook dat dieren de oogst niet opeten. Die kinderen leven dicht bij de natuur. Nikeri bad ook voor de kinderen school. Paramaribo Komewijnen bad ook echt voor kinderen die misbruikt, mishandeld worden. En alle districten baden echt ook voor de kinderen, hun schoolsituatie, het onderwijs in het algemeen. Ook voor zieke kinderen. Ja, dus dat was het zo'n beetje in brede lijnen. Alle jongens en meisjes, zijn gezegend door u. En ik dank u wel dat u zorgt voor mijn land. Voor mijn mooie Suriname. In Jezus naam. Nou, deze keer is toch wel de grootste opkomst geweest die we hebben gehad tot nu toe. We zijn zelf verrast. Ik schat zo meer dan 400. Dus we zijn echt een beetje overdonderd door het grote aantal kinderen dat is gekomen. Kinderen uit Mungo, kinderen uit Para. De werkers die zich ook vrij hebben gemaakt om te komen. Het is een druk Pinksterweekend, dus we hadden dit eigenlijk niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Maar dan zie je ook wel dat de behoefte groot is. En er ook veel enthousiasme is bij de ouders en de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers lukt dit allemaal niet. Mensen waren vanaf 4:30 in de ochtend al bezig om broodjes te maken voor de kinderen. Zijn dagenlang in de weer om de kinderen te brengen naar de oefeningen, om muziek te spelen. Noem maar op, zonder vrijwilligers lukt het niet. Vader, we dragen ons land aan u op. En we danken u, God, voor uw zegen op Suriname. Vanaf het hoge Tumakhumakgebergte daar bij Brazilië tot aan de Atlantische Oceaan zegenen wij. Wij zegenen vanaf de Corantijn daar bij Guyana tot aan de Marowijnen, de Marwina, Heere God. Vanaf Nikeri tot Albina, het hele land van het recht, we aan u op. En we danken u, God, wat u gezegend heeft, is gezegend. Suriname is gezegend door u. Heren, alle kinderen zijn gezegend door u. Onze jongens en meisjes zullen krachtig en sterk zijn. Zo de Heer wil, dan zijn we er volgend jaar met de 12e kindergebedsdag weer van de partij. Ook Staatsolie helpt ons, daar zijn we heel blij mee. Er komt binnenkort een mooi project aan voor Wanica speciaal, genaamd Wanica Heroes, voor de jongeren in Wanica. Kijk daarnaar uit.